Een bloempot die zelf aangeeft wanneer de plant water nodig heeft. Met dit idee haalde hij 20.000 euro op via Kickstarter en kreeg hij internationale aandacht. Ik heb het over Sander Laurier. Hij is 28 jaar en gefascineerd door producten met een exclusief design. Zijn ambitie is om mooi design toepasbaar te maken in ons dagelijks leven door er een nieuw element aan toe te voegen. En ik ga jullie laten zien hoe hij dat doet. Nou, dit is hem dan. De Natural Balance. Hoe werkt deze bloempot precies? De bloempot heeft een waterreservoir aan de binnenkant. Die vul je dus met water en die geeft de bloempot gedurende een paar weken langzaam aan water. Als het reservoir leeg is, dan kantelt de bloempot een klein stukje en dan weet je van nou, ik moet hem weer vullen. Dat is best handig. Hoe ben je nou op dit idee gekomen? Zelf thuis gaan planten ook wel eens dood door te veel of te weinig water geven. En ik dacht van ja, als ik nou eens een ontwerp heb waar ik beter inzicht heb en wanneer ik gewoon weet wanneer ik actie moet ondernemen. Ja, dat leek me heel mooi om te maken. En toen heb je het een keertje getest? Ja, er zijn iets van 7 of 8 prototypes aan vooraf gegaan. Dus ontwikkelingstraject van meer dan een jaar ook. Heb jij altijd een liefde gehad voor design? Zeker, ik vond het altijd wel leuk om unieke producten te zien, toch met een klein beetje functionaliteit. Dus je bent wel op zoek naar iets wat we dagelijks doen en daar een wat handige functie aan geven? Ja, een klein beetje handige functie, maar ook een klein beetje fun erin. Dus net wat meer humor. Pottenbakken, wat is daar nou zo tof aan? Ja, het heeft misschien een heel suf imago. Zelf vind ik het heel mooi dat je heel veel vrijheid hebt in het creëren. Je kan alle vormen maken en zelf heb je er heel veel invloed op. Maar hoe kom jij nou met het bakken van potten in aanraking? Vanuit mijn opleiding heb ik daarmee kennis gemaakt. Eerst was het het ontwerpen van een relatiegeschenk. Dus ik ben begonnen met een theepot en daar heb ik zeg maar een tuit aan toegevoegd. Dus dat je 2 tuiten hebt om thee in te schenken in plaats van 1. Dus voor jouw opleiding heb je helemaal nooit een potje gebakken, nooit iets ermee gedaan? Helemaal nooit, nee. Eerst wou ik werktuigbouwkundige worden, heel technisch. Maar ik dacht, ja, je hebt meer vrijheid. Ik hield niet zo van het berekenen van alle theoretische, maar juist meer in de praktijk bezig zijn. Heb je nog meer ideeën? Ja, laatst een schaal ontwikkeld. Dat is een schaal van een stad, van Rotterdam of Amsterdam. Op die schaal staan alle kanalen en de rivieren. En daar staan ook de gebouwtjes op in 3D. Ik vond het woordgrapje wel heel leuk van de bebouwde kom, om daar zeg maar gebouwtjes in te zetten in een schaal. Het is vaak soms aan het begin van een proces, dan heb je een idee en dan zeggen mensen van ja, is dat nou wel echt goed? Maar jij bent het door gaan zetten. Gewoon doorzetten, koppig zijn, dat is ook een beetje eigenschap van ontwerper. En ja, dan toch gewoon uitvoeren. Zou je mij iets kunnen laten zien wat jij zo allemaal dan bedacht hebt? Tuurlijk, absoluut. Hoe zorg je er nou voor dat je zoiets als dit kunt produceren? Nou, vanuit Kickstarter heb ik het project online gezet en gezocht naar publiciteit. Had je snel je doel bereikt? Het doel was gesteld op 7000 euro en dat was binnen 8 of 9 dagen binnen. En uiteindelijk is het in de laatste week om de 20.000 euro opgehaald. Dus je kunt eigenlijk nu nog meer doen dan je misschien wel van plan was? Absoluut. Hoe zie jij de toekomst voor je? Ik zou wat meer diversiteit nog willen, dus met meer een volledig assortiment als designlabel oprichten. Dus dat zijn ook wat meer meubels, wat meer lampen, dus eigenlijk alles voor in en om het interieur. Moet je dan nu al denken aan van nou ja, misschien moet ik wat meer mensen in dienst nemen om het uiteindelijk ook te kunnen doen, zodat ik weer door kan gaan met mijn andere ideeën? Dat zou inderdaad voor de toekomst wel heel goed zijn. Ik kijk ook wel om samen te werken met fabrikanten, om daar zo zeg maar een stuk productie uit te besteden, zodat ik zelf inderdaad kan focussen op het ontwerpen en het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Ik denk dat helemaal goed komt en ik wens je heel veel succes. Sander heeft laten zien hoe je design omzet naar functionaliteit. En ik vermoed dat dit niet het laatste is wat we van hem zullen horen. We hoeven in ieder geval niet meer op te letten of de planten genoeg water hebben. Ben je benieuwd met wie ik de volgende keer op stap ga? Vergeet je dan niet te abonneren op het kanaal van Renault Life. En over 2 weken ben ik er weer.